Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Op de Nacht van Nijkerk is er van alles nog wat te doen. Maar het is vooral een avond waar mensen elkaar ontmoeten en vakantieverhalen vertellen. Maar jullie gaan daar iets anders doen. Ja, dat klopt. Ja, mijn dochter heeft besloten om door het knopen van vriendschapsbandjes het goede doel waar ik mee bezig ben te gaan steunen. Waarom wil jij eigenlijk je moeder helpen? Ik vind bandjes knopen heel erg leuk en daarom had ik bedacht om dat te gaan doen. En vorig jaar had ik dat niet gedaan, want toen hadden we eigenlijk al gewoon genoeg geld. Want toen was het niet nodig? Nee, toen was het eigenlijk niet nodig en toen hadden we de spullen ook nog niet. En wat heb je nu bedacht? Wat gaat er nu allemaal gebeuren? Wij gaan op de markt staan en daar gaan we heel veel bandjes verkopen. En dat geld gaat dan naar Morning Tears om weer naar China te kunnen. Morning Tears zorgt voor kinderen van wie de ouders levenslang gevangen zitten of ter dood veroordeeld zijn. En in China hebben ze wel wetten voor kinderen die wees zijn. Maar als je een ouder in de gevangenis hebt, dan ben je geen wees. En daardoor val je dus buiten die wetten. Waardoor je dus eigenlijk vogelvrij bent als kind. Maar waar zijn die kinderen dan? De kinderen die dus van wie de ouders in de gevangenis komen of van wie de ouders ter dood veroordeeld zijn, die komen vaak op straat te leven. In China geloven ze dat criminaliteit in je genen zit. Daardoor is het voor die kinderen lastig om door familie opgenomen te worden. Of door, want die vindt ook dat die kinderen misdadig zijn. Ze denken er daar heel anders over als wij. Die kinderen die komen dan op straat te leven en daar gaan ze of dood of ze moeten dus criminele activiteiten gaan ontplooien om zichzelf in leven te houden. Gaat het geloof ik over vriendschapsbandjes, hè? Maar zit je die nu allemaal zelf te haken? Nou, niet helemaal, want mijn moeder helpt mee, mijn oma, heel veel mensen op Twitter helpen mee, daarom. En hoeveel van die bandjes heb je nu al, weet je dat? Iets in de 50. Die 50, en hoeveel moet zo'n bandje kosten straks? 3,50 en 10 voor 3, 10 voor, 3 voor 10 euro. Ja, dan krijg je een klein beetje korting, zeg maar. Hè? Ja. Hey, en die Nacht van Nijkerk, want dan komt er een kraam hier op dit plein staan. Hè? Ben je er dan ook bij? Ja, dan ben ik de hele dag bij. Van 1:30 tot 10 uur, dan ben ik gewoon aanwezig. En dan ga je ze ook verkopen? Of laat je dat je moeder doen? Dan ga ik ze ook gewoon verkopen. Gaan we ook nog andere dingetjes verkopen. Maar daar hebben we heel weinig van. Nou, noem eens op, wat zit daarbij? Tasjes van Vilt volgens mij. En nog slofjes ervan. Hmm. En die gaan we dan ook verkopen. En hoe komt iemand uit Nijkerk aan u bij om zich aan zo'n project te verbinden? Ja, toen de Olympische Spelen in Beijing waren, 2008, is een vriendin van mij, zij is kapster, met haar team naar China gegaan om tijdens de Olympische Spelen haren te knippen voor het goede doel. Haar doel was om een groot geldbedrag bijeen te sparen voor het nieuwe project van Morning Tears. Uiteindelijk heeft zij een bedrag van meer dan 63.000 euro bij elkaar gespaard. Toen eenmaal het project stond en de opening een feit was. Toen ben ik ook in Zhengzhou geweest. Ik ben bij het project geweest en ik heb ook de kinderen daar gezien. En dat was zo bijzonder. En we wilden heel graag nog een keer terug naar datzelfde project. Om dus nog een keer iets bijzonders te doen met die kinderen daar. Dan gaat jouw moeder eind van het jaar naar China toe met dat bij elkaar gebrachte geld van ook nog allerlei andere acties zijn, want het is een van de vele acties die er zijn. Ga je dan mee naar China? Zou je dat wel willen? Niet echt. Zou je niet willen of? Nee, ik heb wel Chinees gegeten en ik vond het een beetje moi. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het dus maar een eenmalige actie is. Ja, dit is op dit moment een eenmalige actie, maar zeg nooit nooit. 2008 haren knippen in Beijing was in principe ook maar een eenmalige actie. En nu gaan we toch weer. En veel succes met de actie. Ja, bedankt.